Wij zijn bij de Koninklijke Fruitmasters in Geldermalsen. Wij zijn een coöperatie. Wij zijn van en voor onze telers. En wij zitten voornamelijk in het fruit. We zijn de grootste fruitveiling in Nederland. 140.000 ton per jaar. Wij sorteren het, wij verpakken het. We hebben hier lange bewaring, dus dat betekent dat we het jaar rond fruit kunnen leveren aan onze klant. En de coöperatie staat ervoor dat we de beste prijs voor de telers kunnen creëren. En dat betekent dat we verschillende afzetkanalen kennen. We hebben 3 dagen per week hier een veilingklok lopen. Maar een groot deel van ons afzetkanaal bedienen we via de retail en via export. We hebben eerst naar onze processen gekeken, geprobeerd en geslaagd om die te verbeteren. Dus we kunnen met minder materieel kunnen het volume handelen. En vervolgens hebben we gekeken, is het nou beter om dat in eigen beheer te houden, zowel in onderhoud als de vloot zelf, of dat uitbesteden aan een partner. En uiteindelijk zijn we bij Stiel terechtgekomen. Wij zijn ten opzichte van 2011 zijn we erin geslaagd om 64% van het materieel in te zetten zoals dat was in 2011. Laten we er niet omheen draaien. Het gaat ook voor een deel over kosten. Maar aan de andere kant gaat het ook gewoon over samenwerken en zorgen dat je samen het beste concept bedenkt. Daarin hebben we met Stiel een afspraak dat we een vaste vloot hebben en een variabele vloot. Waarin het variabele deel eigenlijk mee kan bewegen met onze logistieke volumes. Met behulp van Fleet Manager kunnen we onze data beter analyseren. En kunnen we tezamen met Stiel zien waar er nog verbeterpotentieel zit. Voor de uitwisselbaarheid tussen verschillende afdelingen hebben we gekeken naar een zo breed mogelijke configuratie. We hebben natuurlijk al verschillende configuraties lopen, omdat simpelweg niet al het werk hetzelfde is. Maar we hebben absoluut geprobeerd om de configuratie zo breed mogelijk te houden en daarmee de uitwisselbaarheid zo groot mogelijk. Wij waren al gewend om met goed verstelbare heftruckstoelen te rijden. We hebben opnieuw met de samenwerking voor Stiel gekeken naar wat zijn de beste stoelen voor onze activiteiten. En daar hebben onze mensen ook bij betrokken. Net zoals zoveel bedrijven is het verplicht om hier een heftruckcertificaat te hebben. Dat geldt niet zomaar voor de pompwagens vanuit de wet gezien, maar wij vinden het wel belangrijk dat mensen goed geïnstrueerd zijn. Daarmee hebben we in samenwerking met het web hebben wij een e-opleiding gecreëerd welke de mensen afleggen en daar ook examen voor doen. En op die manier zijn mensen ook goed geïnstrueerd voor het bedienen van een pompwagen. En we proberen daarin de juiste acties te nemen. Dat is ook een verhaal wat niet voorbij is. Wij proberen altijd te verbeteren en zullen dat ons in de komende tijd ook weer doen. Verder is het erg van belang dat we in die samenwerking, deal sluiten is één, maar het goed verder uitwerken in alle details is eigenlijk nog veel belangrijker. En daarin hebben we een goede partner in Stiel getroffen.